Het duel in de krim tussen DKB en Hogeveen zaterdag in de derde klasse D. DKB won de eerste twee duels en dat is natuurlijk knap als promovendus. En Hogeveen dat kwam vorige week vanwege droeve familieomstandigheden niet in actie. En won de eerste wedstrijd met 0-4 van de Weide. Maar hier DKB via David van Zandwijk. David van Zandwijk, balletje breed leggen. En dan is Eduard Cobes er net op tijd bij voordat Benny Renker doeltreffend kan uithalen. Dan Hogeveen, Sander van Veen. Kersies, fraaie aanval. En dan de inzet van Marco Santing. Kwartier gespeeld. Jan de Katen met de vrije trap. Dat is een prooi voor Rutger Mulder. Hogeveen dat natuurlijk de laatste jaren meedraait boven in de derde klasse. Ja, en DKB dat vorig seizoen eindelijk eens promoveerde naar diezelfde klasse. Via de na-competitie. In de finale werd Holwierde verslagen. Hier opnieuw de ploeg uit de krim via Jeff van der Wetering. De ploeg van Jan Atto Beemens was gevaarlijk in de omschakeling. En Hogeveen had het moeite om een gaatje te vinden. Hier Marcel Lindhorst. Al voortrekken. Kevin Kessies raakt die bal dan niet goed genoeg. 27e minuut. Marco Santing. Jan de Katen, mooi balletje op Marcel Lindhorst. Redding van Mulder. En dan uiteindelijk Lindhorst die alsnog scoort. Maar dan is er gevlacht voor buitenspel. En is dat terecht? Nou, eens kijken. Ja, en dan gaat de bal via de schouder van Erik Groen naar Lindhorst. Doelpunt ten onrechte afgekeurd. We moesten wel heel erg goed kijken trouwens hoor. Lindhorst. Pastoor. Ruben de Haas. Kevin Kessies. Mart Pastoor. En daar zit Mulder weer goed bij. Dreiging dus van Hogeveen. Dan hier de opening. Bal weggewerkt door DKB. Dan zet Renke goed het blok. En kan Van Zandwijk er vandoor. Met vier Hogeveeners na zich. Van Zandwijk. Van Zandwijk. En dan gaat die bal via de inglijdende Colbert over. En zo zien we kansen over en weer. Dan hier, Slots, de doelman van Hogeveen. Ziet ook Jan Otto Beemins. Die natuurlijk met Elum al heel vaak tegen Hogeveen speelde. Dan hier, balverlief Kevin Kessies. En David van Zandwijk. Van Zandwijk behoudt het overzicht. En daar staat Bernie Renker. En die brengt DKB vlak voor rust. Op een 1-0 voorsprong. Van Zandwijk behoudt dus goed het overzicht. En Renker die het afmaakt. En zo is het verrassend 1-0 voor DKB. Dan Jan de Katen. En dan is het bijna grabbelen geblazen voor Mulder. Maar uiteindelijk heeft hij hem. Tweede helft, schot van Twan Reinders. Die belandt op de paal. En dan. Bijzonder moment. Vrije trap voor DKB. Ja, die moet eigenlijk op die plek worden genomen. Jan de Katen zegt dan, nee hoor, was op die eigen helft. Nou, daar krijgt hij dan geel voor. Dan zul je denken, nou ja, terecht de gele kaart. Maar kijk eens hier. Dan zegt de scheidsrechter dat hij die bal inderdaad op de plek moest waar Ten Kater vond dat hij moest liggen. Ter onrechte. Maar ja, als je als scheids daarin meegaat. Maar goed, wel geel voor Ten Kater. Dan hier, DKB. Via invallen, Jordi van Zandwijk. En die raakt de paal. Lindhorst. Zit wel halverwege de tweede helft. De voorzet van Ruben de Haas. En dan gaat die bal erin via het hoofd van Sander van Veen. K
Kan doelman Mulder er net niet voldoende kracht achter zetten om die bal nog voor de lijn te pareren. En dan is het 1-1. Opnieuw Hoogeveen via invaller Dilano Wolters. Afleggen op Marcel Lintos, maar die staat buiten het spel. En stuit bovendien op Mulder. Nog een kwartier te spelen. Bezaaien. Een prachtig balletje op Reinders. En dan is het uiteindelijk de bal die over de achterlijn gaat via Mulder. Een vrije trap voor Hoogeveen. Marco Santing. En dan krijgt Colbis die bal er net niet in. Maar is daar weer een grote mogelijkheid voor Hoogeveen. 89e minuut. Ja, gele kaart voor Jan ten Katen. Voorkomen terecht. En ja, dat is dus zijn tweede. Ja, die eerste was zeer discutabel. Maar ja, dan is het nog niet slim van ten Katen om hier zo opzichtig aan het shirtje te trekken. Ja, was niet nodig geweest. Hoogeveen dus met 10 verder. En dan hier, 15 minuten blessuretijd van Zandwijk. En dan wordt die bal op de doellijn gekeerd door Slot. DKB denkt er anders over. Maar hij was echt voor de doellijn. Scheidsrechter Vierin Schoenhuizen fluit dan maar meteen af. En zo eindigde het in 1-1. Hoogeveen speelt volgende week thuis tegen SJS. En DKB speelt dan ook in Hoogeveen. Dan tegen De Weide.